Hallo allemaal, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Gerson Geelhuis, ik ben geestelijk verzorger bij Arkin. En in deze vlog die tussen kunst en Gerson heet, bespreek ik elke keer een schilderij uit de wereld van de kunst. De betekenis van het die wij aan het schilderij kunnen geven, het verhaal achter het schilderij en wat we er voor ons vandaag uit zouden kunnen halen. En vandaag bespreek ik dit schilderij van de Italiaanse schilder Caravaggio. Caravaggio leefde van 1571 tot 1610. Hij is pas 39 jaar oud geworden. Het was een schilder met een enorm bewogen en tumultueus leven. En dat kun je soms ook wel terugzien in de manier waarop hij schildert. Namelijk heel levendig, heel erg het essentiële moment proberen te vangen. En van Caravaggio, die overigens officieel Michelangelo Merisi heette. Maar hij was geboren in het dorp Caravaggio, vlakbij Bergamo. Van Caravaggio, hij wordt wel eens vergeleken met Rembrandt. Rembrandt heeft, het is niet aannemelijk dat Rembrandt heel veel werken van Caravaggio heeft gekend. Rembrandt was zelf 4 jaar toen Caravaggio doodging. Maar toch worden ze wel eens heel vaak met elkaar in verband gebracht. En dan niet zozeer dat ze mekaars invloeden hebben gekopieerd of dat Rembrandt Caravaggio heeft gekopieerd, maar wel dat ze dezelfde intensiteit en stijl op een paar punten hadden. En dat zit dan namelijk in het gebruik van de schaduw, licht- en donker effecten. Het zit hem ook in het kunnen vangen van het dramatische ogenblik. Schilder heeft zich te beperken tot één scène. Nou, hoe maak je die scène zo levendig mogelijk? Rembrandt was daar heel goed in. Caravaggio was daar ook ontzettend goed in. En wat die twee ook nog eens een keer met elkaar gemeen hadden, is dat ze met name bij het schilderen van heilige taferelen of taferelen uit de Bijbel, het altijd heel erg terug wisten te brengen naar het gewone mensen. Dus Rembrandt schildert Jezus en Maria en de profeten altijd als gewone mensen, zonder een heilige krans of zo. Nou, Caravaggio, die was er ook een meester in om het terug te brengen naar gewone mensen, zoals die in zijn eigen omgeving vaak te zien waren. En meer nog dan Rembrandt, die soms toch een beetje, laat zeggen, wat meer met impressionistische trekken heeft. Dan gebruikt hij een klolletje verf en dan weten wij wel dat het een duim moet zijn, zeg maar. Nee, Caravaggio die was heel erg precies. En daarom wordt hij ook vaak gewaardeerd. En daarin waren ze ook echt wel een beetje anders, Rembrandt en Caravaggio. Nou, het schilderij waar we het vandaag over hebben, dat heet de Emmausgangers. En in de voorgaande edities van Tussen Kunst en Gerson heb ik stilgestaan bij het verhaal van de kruisiging van Jezus en van de opstanding van Jezus. We zijn ook maar net klaar met Pasen, zeg maar. En dit is een verhaal uit het Evangelie naar Matthäus dat eigenlijk direct op het verhaal van de opstanding van Jezus volgt. Het verhaal staat in Lucas, alleen in het evangelie naar Lucas vertelt dit verhaal. En het staat aan het einde van het evangelie, in hoofdstuk 24. En het verhaal gaat dat er twee volgelingen van Jezus zijn, die na de dag van zijn terechtstelling, teleurgesteld vanuit Jeruzalem naar het dorp waar ze wonen, naar het dorpje Emmaus lopen. En plotseling is daar iemand die met ze mee oploopt. Dat is Jezus, vertelt het verhaal. Alleen, het zegt ook dat die twee leerlingen Jezus niet herkennen. En Jezus die maakt zich ook niet direct als Jezus bekend. Dus die houdt zich een beetje van de domme. En die zegt, goh, wat lopen jullie er beteuterd bij? Nou, zeggen ze dan, wist je dat er niet? Ze hebben Jezus vermoord. Oh, zegt Jezus, nou, niks van gehoord. Vertel er eens wat meer over. Nou, en dan gaan zij vertellen hoe teleurgesteld ze zijn. En dan gaat Jezus ineens met hun meepraten over, oh, maar wacht eens even, maar waar stond die Jezus nou voor? En weten jullie, dat doet me denken aan stukjes uit het Oude Testament, dus en zo. Dus ineens blijken die mannen iemand bij zich te hebben die best wel mee kan praten over Jezus en over de betekenis van die persoon. En ik pak nu eventjes heel kort in het stukje waar Caravaggio dan over geschilderd heeft.
Toen kwamen ze bij het dorp Emmaus. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar de twee leerlingen die hielden hem tegen en die zeiden, blijf toch bij ons, want de dag is bijna voorbij en het wordt al donker. En toen ging Jezus met hen mee. Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, hij brak het brood in stukken en hij deelde het uit. Op dat moment herkenden de leerlingen Jezus. Maar direct daarna zagen ze hem niet meer. Oké, nou, wat we hier dus zien is het moment dat Jezus het brood zegent. Dat zie je doordat hij hier zijn hand boven het brood houdt en hier met zijn hand het gebaar maakt, zoals priesters dat doen wanneer ze wijwater inwijden of zo. Hè? Dus dit is het moment ook waarop volgens het verhaal de twee Emmausgangers ineens zien dat het Jezus is. En dat is het moment ook vlak voordat die Jezus weer verdwijnt. Ja, en hoe zie je het moment erin dat Caravaggio vangt? Nou, je ziet heel mooi, je ziet deze man. Die heeft zoiets van, wat gebeurt er nou? Dus hij spreidt zijn armen. En dat is ook een heel mooi gebaar, want daarmee doet hij, laat Caravaggio gelijk ook zien dat het hier gaat om de gekruisigde Jezus. Dus die man die spreidt zijn armen. Wat nu? En hij gaat zo, je denkt bijna hij heeft Jezus aangestoten of stoot hem bijna aan. Nou, de andere, dat is deze die hier staat, die kijkt echt zo zijn ogen uit van wat gebeurt hier nou? Wat zie ik hier? En je ziet aan zijn houding dat hij op het punt staat om op te staan. Nou, Caravaggio weet dat goed te vangen. Je ziet aan die schelp hier, dat is wel mooi, dat het een pelgrimsganger is. Dat staat natuurlijk niet in het verhaal, maar het verhaal heet wel de Emmausgangers. En sindsdien zijn het altijd een soort symbolische mensen geworden voor mensen die op weg gaan met het verhaal van Jezus. Dus in die zin, elke pelgrim, hè, die heeft iets met dat verhaal van de Emmausgangers. En je ziet aan deze man, dit is een voorbeeld van dat detail van Caravaggio, die heeft helemaal versleten ellebogen. Ja, dat is geen rijke man. Maar wat het mooie is van het moment, de Caravaggio's vakmanschap is behalve de details. Nou, dat kunnen we op dit plaatje sowieso al niet heel goed laten zien. Dan moet je maar even naar de website. Het is Caravaggio, de Emmausgangers, het schilderij dat in Milaan hangt. Nou, je ziet dat hij hier, heel spannend, heeft Caravaggio een mandje op het randje van de tafel gezet. Nou, het is een soort spanning dat ook meehelpt wanneer je kijkt naar een uitzending Heel Holland Bakt of zo. Van, gaat dit wel helemaal goed, weet je wel? Het gaat niet eens om de taart, maar hoe gaat dit? Dus je ziet bijna dat mandje gaat misschien wel vallen als deze man helemaal opstaat. En daar zijn verder, heel symbolisch, heb je hier de druiven en het brood. Hè, dat zijn de tekenen van Jezus die ook na de dood van Jezus ons herinneren aan zijn bestaan. In de kerk wordt elke zondag vieren we het breken van brood en wijn en daarmee herinneren we ons aan het leven van Jezus en aan zijn dood en zijn opstanding. Nou, dus dat zit allemaal al in dat schilderij gezet. Nogmaals op een heel spannend moment gevangen. En wat ook wel heel mooi is om te zien, en dat gebeurt, dit schilderij is heel vaak geschilderd, ook door andere kunstenaars. Rembrandt heeft er menige versie van gemaakt. En altijd is er één of meerdere bedienden. En wat altijd opvalt aan die bedienden, is dat die het allemaal niet in de gaten schijnen te hebben. Dus je ziet dat deze man, die kijkt gewoon dwars door het tafereel heen. Hij ziet eigenlijk niks. Hij ziet al helemaal Jezus niet. Maar hij lijkt bijna ook nog niet eens helemaal die opwinding van de gelovigen hier te zien. Nou, en dat is ook een beetje het teken ervan. Een soort boodschap van het verhaal. Ik moet dan denken aan een spreuk van Johan Cruijff. Die zegt, je gaat het pas zien als je het door hebt. Nou, en zo is dat ook met die Emmausgangers. Die gaan pas Jezus zien als ze doorhebben dat wij Jezus in onszelf gewaar worden wanneer we met elkaar een goed gesprek delen met een vreemdeling. Een vreemdeling meenemen om met hem of haar te praten. Wanneer we brood en wijn met elkaar delen.
wanneer we ons lief en leed met anderen delen, dan, zegt het evangelie, dat zijn de momenten waarop iets van een goddelijke ontmoeting zich van ons meester kan maken. En, dat zegt dit verhaal ook, het is maar een heel kort moment. En alleen degene die het willen zien, die zien het eigenlijk. Hè? Of degene die het doorhebben dat je God of Jezus in dat soort ontmoetingen, in het delen van lief, leed, van voedsel, dat je daar God in ontmoet. Ja, en wat kunnen we er nou tegenwoordig nog mee met dit verhaal? En je zou kunnen zeggen dat dit verhaal eigenlijk een eerbetoon of een ode is aan het samen optrekken met iemand. En dat kan soms best wel een onverwachte ander zijn. Een vreemdeling of een hulpverlener die toevallig door een wisseling ineens op je pad komt. Iemand buiten of ineens de buurman of de buurvrouw die onverwacht aardig is of doet. Ontmoetingen kunnen overal gebeuren, maar ontmoetingen zijn wel, het contact met iemand anders, dat is vaak wel de brandstof waar wij op leven. En net in deze tijd waarop we eigenlijk verplicht afstand moeten houden van elkaar, merken eigenlijk steeds meer mensen dat juist dat contact met iemand anders, juist het zelfs kunnen delen van je verhaal, zoals die leerlingen van Emmaus hun verhaal deelden met die onbekende toen nog Jezus. Wist jij het dan nog niet? Nou, zo worden wij misschien ook wel, hebben wij ook wel behoefte om ons verhaal te doen. We hebben ook behoefte aan mensen die tegen ons, waar wij tegen kunnen zeggen, wist je het dan nog niet? Nou, ik zou je vertellen, dit of dat. En als dat in liefde wordt ontvangen en in aandacht, ja, dan merk je daar iets van je bij jezelf. En dat is wat die leerlingen daar in dat verhaal ook merkten. Er gebeurt iets. In ontmoetingen met mensen, in het delen van een verhaal kan iets gebeuren. Nou, het meest ideale is als je met elkaar aan tafel kan zitten en ook echt lekker kunt eten of een lekker kopje koffie met elkaar kan drinken. Dat zit er nu vaak niet in, dus dan moet je bellen of je moet zoomen of skypen of wat dan ook. Maar we merken aan onze behoefte daaraan dat dat iets is wat essentieel is voor een mens om op te krabbelen, om zich gezien te voelen. En dat is eigenlijk wat er in dit verhaal gebeurt. De leerlingen die voelen zich gezien, erkend in hun verhaal, in hun leed. En tegelijkertijd dat ze dat merken, zien ze ook Jezus. Zien ze ook van, hey, dit is niet zomaar iets. Dit is iets wat eigenlijk ons van boven toekomt. Dit is iets goddelijks. Het mooie van dit verhaal ook, en dat is zoals Caravaggio het vangt, dat is ook een onverwachts moment. Je kan het wel organiseren dat je met mensen samen eet, maar of er echt iets gebeurt, dat is soms iets wat ons overkomt. En dat blijft ook zo zijn. En misschien is het ook wel zo nu dat je dat af en toe wel hebt, als je met iemand kan bellen of je kan met iemand even buiten wandelen of zo. Maar misschien heb je het ook wel niet. En ik denk wat ons zou kunnen helpen misschien is of je terug kan gaan in je herinnering. Heb je het een keer meegemaakt dat je met iemand gesproken had en dat onverwachts dat je dan denkt van, hey, wat was dit fijn of lekker zeg, prettig. Ik maak het eigenlijk deze weken wel mee, niet zo intensief natuurlijk als dit schilderij. Dit is een soort piekmoment, een voorbeeld waar we ons aan kunnen optrekken. Maar heel vaak, spreek met veel mensen deze week en door de telefoon. En dan zeggen ze van, soms zijn de gesprekken niet eens heel, heel diepgravend. Maar dat ze zeggen van, goh, weet je, ik vind het wel fijn om gewoon even mijn verhaal te kunnen doen. Nou, ik heb er niet, je hebt er niet altijd een super warm gevoel bij. Maar je merkt wel van, hey, dit zijn wel essentiële stukken. Want als je te lang dit niet hebt, ja, dan verpieter je. En zo is het eigenlijk ook een beetje met dat geloof van die mensen daar in Emmaus. En ook het geloof van onszelf. Hou vast, niet zozeer dat je precies in God of in Jezus gelooft, maar hou vast in je geloof dat er een moment kan zijn dat je weer een ontmoeting hebt met iemand. Dat je weer je gezien gaat voelen. Dat je weer de ervaring hebt van, goh, wat fijn dat ik mijn verhaal kan met iemand delen. Het gebeurt altijd onverwachts als je ervoor open staat. Misschien gebeurt het dan des te eerder. Tot de volgende keer. Dan bespreek ik weer een schilderij